in Lansingerland in zicht. Schone schijn of opgeruimde actie. Een item over 10 jaar Lansingerland. Lansingerlandgenoot Suzanne Lament staat ze goed te raken. Maar nu eerst Patrick in The Great Escape. Wil je eens uit de dagelijkse sleur ontsnappen? Sinds kort heeft Lansingerland een heuse escape room. Patrick ging zijn puzzelvaardigheden testen en liet zijn hersens kraken. Het begon al in de wachtruimte. Allemaal trucjes, puzzeltjes en brainbreakers om je op de proef te stellen. Ter activering van de grijze cellen. Ook leuk voor op een feestje. Voor Patrick echt te veel gevraagd. Ik laat ze hier achter. Veel plezier. Je gaat nu niks meer vertellen. Succes. Nu maar hopen dat hij binnen een uur uit de escape room weet te ontkomen. Hij heeft vast geen slaapzak meegenomen. Nou, daar ben ik dan op de camping. Waar moet ik beginnen? Geen idee. Oh, dit zou wel eens wat kunnen zijn. Ik vond de escape room eigenlijk heel erg gaaf. En ik wilde heel graag iets voor mezelf beginnen. Dus heb ik in 1 avond heb ik dit thema bedacht. En dacht ik, ja, waarom niet? Waarom zal ik het niet zelf beginnen? We staan op een camping. Dit is ook een campingplaats waar je nu bent. We kunnen niet alles laten zien. Dat is natuurlijk, dat zal het verklappen. Dat is jammer. Dat is inderdaad geheim. Nog een beetje mysterieus. Maar het verhaal is dat je op een camping staat en ruzie hebt gekregen met de campingbaas. En die heeft er alles aan gedaan om je tegen te houden. En jij moet er maar voor zorgen dat je binnen het uur, want hij is er over een uur, dat je binnen het uur gevlucht bent. Er is gewoon niks. Een kastje. Een munt in. Een munt. Ik moet een munt vinden. Hey. Er zitten een paar simpele puzzels bij en die kan je zo oplossen. Anderen moeten wat vaker over nadenken. Maar het is natuurlijk ook maar wat je gewend bent. Sommige mensen zijn heel snel met rekenen. Anderen die zien eerder de logica van volgordes. En hoeveel mensen kunnen er per keer spelen? 4 tot 8 personen. En is het spel nou leuker met meer personen of juist met minder? Ik denk dat het leukste is om met 5, 6 personen te spelen. Want dan kan iedereen de hele tijd wat doen. En dan kan je leuk samenwerken. Al dat speuren in je eentje om wanhopig van te worden. Moeilijk. Ik doe dit samen met mijn vriend. Mijn vriend en ik die onthouden de escape room en ontvangen de gasten. Maar daarnaast hebben we nog hulp van mijn ouders en zijn ouders. Ik heb geen idee hoeveel puzzels ik nog moet, hoeveel puzzels ik gedaan heb. Maar ik kom er gewoon niet uit. Althans, niet alleen. Het liefst zou je je toevlucht willen nemen tot grof geweld. Maar dat is niet de bedoeling. Wat wel werkt? Simpel, de rode knop. Maar dat is natuurlijk wel een nederlaag. Is niet gelukt, hè? Nee, ik snap nu dat je meerdere mensen nodig hebt om dit te doen. Vond je het wel leuk? Wat vond je ervan? Ik vond het hartstikke leuk. Sommige dingen dacht ik, toch slimmer dan ik dacht. En bij anderen kwam ik er gewoon echt niet uit. En ga je nog uitbreiden? We hopen binnen nu een half jaar een extra kamer te maken. En willen dan een wat enger thema maken. In september van het afgelopen jaar gaf wethouder Simon Fortuyn het startsein voor de actie Schoon Belonen. Een project voor middelbare scholen in Lansingerland. Schoon Belonen, dat is een nieuwe activiteit in het kader van zwerfafval en afvalscheiding. En Schoon Belonen hebben wij gericht op middelbare scholieren. Omdat die mensen juist wat meer vrijheid hebben in keuze, maar ook met geldelijke middelen. En die zorgen wij ervoor dat zij educatie krijgen, les krijgen over het scheiden van afval. De scholieren van Melanchthonbergse Hoek evalueerden de heldere herfstmaanden. We hebben beneden PMD-bakken staan en die gaan nog steeds voller worden. En er wordt ook steeds minder afval gewoon op de grond gegooid op school. Aan het einde van het schooljaar ligt er een mooie beloning te wachten op de schoonste school. Daar moet je wel wat voor doen. Wij hebben zeg maar onderzocht naar PMD en wij hebben onze school geactiveerd van wat is PMD en wat zijn de gevolgen van als je plastic nou eigenlijk op de grond laat liggen of niet oppakt. En daar hebben wij allemaal ideeën bij bedacht om dat te activeren en samen met school in te zamelen. Melanchthon Business School bedacht een andere manier om de schoonste te worden. Wij gaan eens per week, of het kan elke week een andere klas, gaan naar buiten om afval te zoeken op de snoeproutes en hier in de omgeving. Ja, en dat doen we dan in een zak en dat gooien we later bij elkaar. En buiten schooltijd, denken de leerlingen dan ook aan het milieu? Ik heb voor mijn straat hebben wij zeg maar
ook flatten tegenover. En sommige mensen gooien ook afval over hun flat, over hun balkon naar beneden. Dus heb ik wel eens een stuk piepschuim zien liggen en dat had ik toen opgeruimd. En bijvoorbeeld plastic flesjes of bakjes die ik zie liggen, ruim ik meestal ook wel op. Ik ben Susanna Wens, ik ben 17 jaar oud en ik tennis hier bij ATV Berkenrode. Naast tennis doe ik eigenlijk niks. Ik ben in mei geslaagd voor de HAVO en nu wil ik eigenlijk fulltime gaan tennissen. Ik train 6 keer per week, waaronder conditie en tennistraining en op zondag heb ik een rustdag. Ik train per week denk ik tussen de 20 en 25 uur. Om 12 uur heb ik altijd 2 uur tennistraining en daarna heb ik meestal nog een uur of anderhalf uur conditietraining en dan in de avond ook nog anderhalf uur tennis. Ik hoop wel dat ik langer dan een jaar fulltime kan tennissen en ik denk ook wel dat ik dat langer dan een jaar ga doen. Later ook echt daar mijn baan van kan maken, zeg maar. Ik denk dat mijn sterkste punt is dat ik heel erg aanvallend speel. Vooral met mijn voorhand, dus ik hou ervan om de ballen weg te slaan en hoeken te maken. En ik kan ook goed lopen en ik heb veel ballen, wat ook lastig is voor mijn tegenstanders. Hier op Berkrode zijn er goede begeleiders en goede trainers, maar ook conditietrainer. En daardoor zijn er ook veel goede spelers, zoals Kiki Bertens die hier ook speelde. Die Nederlands kampioen was geworden en dus de halve finale bij Roland Garros haalde. Maar ook andere Nederlandse kampioenen die hier trainen. En ja, daarom heb ik wel vertrouwen in de toekomst en ook vertrouwen in mijn trainers. Dat ik later misschien dezelfde kant op ga als Kiki en ook ooit een halve finale of een finale in een Grand Slam kom te staan. In mijn vrije tijd spreek ik vooral veel af met vrienden, omdat ik daar niet echt veel tijd voor heb. En daarnaast hou ik er gewoon ook van om lekker thuis te chillen met Netflix. Of ja, daar hou ik ook wel van. Ik ben Nederlands kampioen geworden tot en met 18 dit jaar. En ik heb ook de finale gehad van mijn eerste senioren toernooi voor de wereldranglijst. Dus dat was wel een mooie overwinning. Na het NK speelde ik nog 3 wereldranglijst toernooien. Waarvan 2 niet zo best gingen. Maar de laatste haalde ik dus de finale en won ik de dubbel. Dus dat was wel een leuk einde van het seizoen, zeg maar. Mijn eerste keer dat ik Nederlands kampioen was, was in 2015 tot en met 16. En dan deze zomer tot en met 18 werd ik ook Nederlands kampioen. Maar dat had ik niet echt verwacht, want ik had die weken ervoor niet echt mijn beste tennis gespeeld. Alleen de week voor het NK won ik een Nederlands ranglijsttoernooi. Dus toen had ik wel een beetje vertrouwen weer gekregen om goed te spelen. Maar ik had alsnog niet echt verwacht dat ik het zou winnen. Mijn grootste droom is toch wel om een Grand Slam te winnen. Dat is denk ik iedereens droom, maar ja, dat zou wel echt vet zijn. Lansingerland. Het klinkt zo vertrouwd, maar toch bestaat de gemeente pas 10 jaar. Speciaal voor dat heugelijke feit kreeg kunstenaar Stan Hill de uitdaging een logo te ontwerpen. Ja, die uitdaging dat was op een evenement in het gemeentehuis. Toen ben ik dus gaan schetsen, heb ik wat inspiratie gezocht. Ik heb gekeken wat de 3 kernen nou met elkaar verbond. En dan ga je knutselen. Maar wat was de insteek? Heel belangrijk was dat de 3 kernen erin terug zouden komen. We wilden ook graag de kleurensetting die we hebben, om niet al te rommelig al met allerlei logo's hier te werken. Dus we wilden de kleurensetting goed hebben. De 3 kernen waren heel erg belangrijk. Dat neem je mee, maar het blijft natuurlijk lastig om te starten. Je begint natuurlijk altijd met zoeken naar een vorm. Ja, dan zoek je naar...
vormen die bij elkaar passen, die in elkaar grijpen, die elkaar versterken, die elkaar verbinden. Het is een proces wat niet zomaar in één keer ontstaat, dat groeit. Je legt die schetsen weer even weg, je kijkt een paar dagen later weer naar elkaar, je gaat weer wat schetsen maken. En uiteindelijk kom je steeds verder en ga je weer abstraheren. Je gaat dingen weggooien, je gaat dingen erbij bedenken. En dan ontstaat iets waar je denkt van wow, dat gaat een mooie vorm worden. En na verloop van tijd komen de eerste resultaten. Dit was even de eerste die... Toen ben ik nog een beetje van schakels, van kettingen. He, dat zijn ook die elkaar in elkaar grijpen en versterken. Ringen die elkaar versterken en daar weer stukken van gebruikt. En daar weer kleine vormpjes van gepakt. Maar je bent toch verder gaan zoeken naar allerlei andere dingen. Mensen die handen die in elkaar grijpen. De L van Lansingerland die in elkaar grijpt. En uiteindelijk, na een lange zoektocht, ben ik terechtgekomen op een vorm die in elkaar verweven is en waar ook dynamiek in zit, waar ook een beweging in zit. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie vorm om op door te gaan. Een tevreden maker dus. Tijdens de nieuwjaarsborrel kon iedereen het logo bewonderen. En als de uitdagers nou ook nog tevreden zijn? Ik ben er apetrots op, om het zo even te zeggen. Het is heel mooi verwoord. De drie kernen komen er heel mooi in uit. De kleuren komen er mooi in uit. De eenheid van de drie kernen tot Lansingerland. En dan 10 jaar Lansingerland. Ik ben er echt heel erg trots op. Ja, ik vind het heel erg leuk. Want ik vind de vorm van een roos, wat zo typerend is voor onze gemeente, hè, de telers. En dat gemaakt uit drie B's. Voor onze drie kernen. Blijswijk, Bergshoek en Berkel en Rode Reis. Ja, hele mooie combinatie. Heel bijzonder.